Wilbert en ik zitten nu in de auto. Wilbert die heeft gezegd dat hij me vandaag weg wil brengen. We gaan nu ongeveer anderhalf uur rijden voordat we bij Toorn uitkomen. Zoo van Antwerpen. Ik zit hier nu in een bushokje. Ik moet nog 20 minuten wachten voordat de bus komt. Wordt achtervolgd. Dat het zo verschrikkelijk heet is. Zo, vandaag is het zover, de laatste dag, de finale dag. Vandaag wordt een 25 kilometer dag. Ik dacht eerst dat het rond de 18 zou zijn of zo. Maar zoals ik gisteren al zei op de vlog, heeft Google Maps het verkeerd. En loopt het grenslandpad niet zoals het aangegeven staat. Ik moet een heel stuk naar boven lopen op de kaart. En een plaats die Aardenburg heet, als ik het goed zeg. Waar Google Maps gewoon het lijntje echt rechtdoor trekt. Dat kost een hoop tijd. En gek genoeg moet ik dan weer naar beneden lopen om op het lijntje uit te komen waar Google Maps uiteindelijk ook komt. En dan een stuk verder. Dus ja, dat is een beetje gek. Maar ik zou niet weten waarom dat gedaan is. Ik heb niet de tijd gehad om uit te zoeken waarom Google Maps dat fout heeft. Of dat dat een oud pad is of zo. Maar dat geeft het niet. 25 kilometer ga ik vandaag lopen. Het enige is dat vandaag nog warmer gaat worden dan gisteren. Met 34 graden volgens bij mijn radar. En dat het nog eerder warm wordt en ik later gestart ben. Dus ja, dat is niet echt een succesformule. Aan de andere kant is het 9 kilometer minder dan gisteren. Gisteren was het uiteindelijk 34 kilometer. Dus ja, dat tijdsverschil wordt dan wel weer een beetje opgeheven door die 9 kilometer minder die ik moet lopen. In ieder geval gaat de finale dag nu van start. En ik zie wel hoe laat ik aankom. Daarna moet ik nog met het OV naar huis toe, wat ook nog een hele uitdaging gaat worden. Maar dat is een uitdaging voor later. Ik weet niet hoe ik eruit zie op de camera, maar waarschijnlijk verschrikkelijk. Als je mijn gezicht kan zien, in ieder geval met dat tegenlicht. Ik ben net echt helemaal knettergek. We moesten er 3 weilanden heen, wat helemaal vol zat met dazen. Soms kwamen er al met 3, 4 tegelijk op me af. En dan moest ik echt gewoon om me heen slaan. Ik kon er ook niet met mijn wandelstokken lopen, omdat ik gewoon continu aan het slaan was, een gekkigheid. Verschrikkelijk. En zoals altijd liep er gewoon weer een fietspad langs het weiland. En net moest ik ook echt uit de weilanden, maar anders had ik er ook gewoon uitgegaan, want zo is niet leuk. En ik ben nog geen 100 meter vanaf. Ik sla de laatste dazen dood, die mag er vol zijn. En ja, ze zijn weg, opgelost. Ja, ik ben gewend om in de buurt van Amsterdam te lopen, waar je natuurlijk alleen maar fietspaden en zo hebt. En ik vind dat niet zo erg. Ik weet niet hoe andere mensen dat voor zich zien. Maar het
ongemak wat sommige dingen opleveren om maar door een stukje groen te lopen. Dat vind ik het persoonlijk niet waard. Gelukkig ben ik nu van de daar af en ik hoop ook dat ik vanzelf blijf. Dat zijn echt verschrikkelijke beesten. Meezikken, dat vind ik niet zo erg. Een dazen is verschrikkelijk. Zo, ik ben tot nu toe elke dag gewoon op het pad gebleven waar het nodig was. Ik ben nu een uur onderweg en zojuist heb ik de eerste keer ervoor gekozen om het pad even niet te volgen. Ik ben weer een kilometer door een weiland heen. Terwijl ik naar dat weiland toe liep, kwamen er al daars op me af. En zoals gebruikelijk ligt er gewoon weer een, in dit geval een wegnaars, die niet druk is. En ik ben echt even klaar met het dazen. Het eerste stuk waar ik net een opname van heb gemaakt, dat was zo vervelend. Dat je gewoon alleen maar om je heen aan het slaan bent en niet meer kan genieten. Het laatste stuk ben ik daar zelfs uitgerend uit dat weiland. Moet je nagaan met zo'n zware tas op je rug. Nee, dat heb ik even geen zin in. Het is de eerste keer dat ik vals speel. De weg die ik neem, die loopt echt langs het weiland. Het is dus qua meters exact hetzelfde. Dus wat dat er gaat, is het geen vals spelen. Noem het een alternatieve route. Daar zo op het bord staat dat Aardenburg naar links is. Daar gaan we nu naartoe. Maar de sluis staat naar boven en een beetje naar rechts. Wat inderdaad op de kaart ook de ligging van sluis een beetje is. Helaas gaan we daar niet naartoe. We gaan zo meteen eerst naar links afwijken en dan met een grote omweg richting sluis. Als ik wandelnet mag geloven, dan is de laatste etappe 16,5 kilometer. Hier ergens moet de laatste etappe ingaan, heb ik gisteravond op internet opgezocht. Dus ik ben heel benieuwd of dat klopt, want volgens mij heb ik nog geen 10 kilometer gelopen. En volgens mijn berekeningen zou ik dat wel ongeveer moeten doen. Dus ja, dat kan nog wel eens afwijken, maar ik zie het vanzelf wel. Ik heb een pauze gehad, waarin ik lekker een groentesapje op heb. En een chocoladereep, bruisend water en melk. Het zit weer flink vol met vocht. Wat ook goed is op dit soort dagen. Ze noemen dat ook wel eens de kamelentruc. Daarbij je er één keer in één keer zoveel mogelijk. Waardoor je weer helemaal vol zit met water. En weer een poos geen vocht nodig hebt. Maar in dit geval een beetje bijtank. Je hebt dan altijd wel even een beetje een waterig gevoel in je buik. Dat heb ik nu ook. Maar dat trekt na een paar minuten wel weer weg. Die witte paal die je daar ziet is een van de grenspalen. Er zijn een paar honderd langs de route. Ik weet niet precies hoeveel. En je ziet ze ook niet allemaal direct, omdat je er soms gewoon in een bosje voorbij loopt of zo. Maar dit zijn de palen die de grens aangeven tussen Nederland en België. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet aan welke kant ik ben. Ik kan de Nederlandse of de Belgische kant ben, maar dat ga je niet. In ieder geval verwacht ik dat dit een van mijn laatste palen is die ik zal zien. Ik weet niet hoe ver ik bij Sluis vandaan ben. Maar ik denk anderhalf uur of zo. En dan zit het avontuur erop. En is klaar. Het is vandaag weer erg warm. Dus ik weet niet precies hoeveel shots ik nog zal maken. Maar ik doe mijn best. Ik loop nu al een minuut met mijn rechteroog dicht. Omdat die net echt helemaal prikkelde van het zweet wat in mijn ogen terecht was gekomen. Helaas kan ik er niks aan doen. En even dicht houden totdat het er een beetje uitspoelt. Dat is heel vervelend. Ik zweet nu zoveel dat ik het niet uit mijn ogen kan houden. Ik echt even dicht moet houden om dat eruit te spoelen.
Het is minder warm buiten. Omdat het wat bewolkter is, waardoor de hitte niet zo goed doorkomt. En ik loop nu ook wat meer in de schaduw. Dus dat is echt super. Ik moet nog ongeveer een half uur. Voor de mensen die het zich afvroegen. Ja, ik ben net eerst met dat pontje naar de overkant gegaan. Ik ben toen weer een stuk teruggegaan met dat pontje. En toen weer voor de camera vooruit gegaan. Het pontje was nog niet echt bepaald prettig om te besturen. Ik kostte heel veel slagen met mijn arm. En kracht vanuit mijn knieën. Wat ik nu ook wel een beetje merk, niet heel negatief of zo, maar hiermee gewoon de druk opgezet heb. Of dat handig was, weet ik niet. Maar het is in ieder geval leuk als een shot voor in de vlog. En ja, ik moet nog 25 tot 30 minuten of zo, dus dan zit de avontuur toch op, maakt het allemaal niet meer uit. Dus ja, dan kun je beter gewoon voor een leuke vlog gaan. Het is bijna voorbij. Enerzijds jammer, anderzijds is het ook wel goed geweest zo. Vorig jaar ben ik 6 dagen langer onderweg geweest. Nee, 5 dagen. Wat ook wel erg leuk was. Maar op zich heb ik er geen ander gevoel bij of zo. Of dat je nou 500 kilometer hebt gedaan of ik weet niet wat het straks zal zijn. Maar ik denk ergens rond de 385, 90 kilometer of zo. Ik weet niet precies. Moet ik op mijn GPS kijken, dat heb ik nog niet gedaan. Maar er zit geen verschil in. Dat is zoveel dagen onderweg en dan maakt dat niks meer uit. Voor nu ga ik finishen.